Hey mensen, leuk dat je kijkt naar de Olympische Spelen 2012 in Londen. Ik weet dat de Spelen al lang zijn afgelopen, maar ik wou deze serie nog even afmaken omdat het gewoon gruwelijk vet is om dit te doen. Ik heb het een tijdje niet kunnen doen omdat op de een of andere rare manier het beeld niet gelijk was met het geluid als ik opnam. Dat vond ik een beetje heel maf, dus dat heb ik uitgezocht via Fraps en al die shit online. En nu is het hopelijk gewoon allemaal gesynchroniseerd en gewoon alles is gewoon prima. Dat hoop ik. Dus we gaan gewoon verder. ik ga nu de delen iets korter maken. Ik ga nu ieder deel één onderdeel doen en het volgende deel het tweede onderdeel van de dag. Zodat ik sneller kan uploaden, want het uploaden doet zo ontiegelijk lang. Dus dat is de reden waarom deze aflevering iets korter is. Maar maakt niet uit, we gaan gewoon vrolijk verder. Ja. Oké, Men's Discus Throw. Woman's Side Jump. Ik heb trouwens nog een vorige deel opgenomen. Dat was eigenlijk deel 6. Of deel 7. Ik weet even niet meer, maar... die is helaas corrupt geraakt. Dat was die file waar het mis mee ging. En ik heb helaas geen save van de andere. Dus, wij gaan... Even kijken, want ik weet nog dat mensen heel graag willen zwemmen. Dus wij gaan zwemmen. Of ja, en wij gaan iets doen wat ik nog niet eerder heb gedaan eigenlijk. En dat is Woman Skeet. Ik heb geen idee wat het is. Het zal iets te maken hebben met schieten, want ik zie daar een poppetje met een shotgun in zijn hand of zoiets. Ik weet niet wat het is, maar... we gaan het gewoon proberen en of is het goed als ik deze aflevering voor het wielrennen ga? Dan kan ik de volgende keer misschien ooit voor zwemmen, want wielrennen heb ik ook nog helemaal niet gedaan. Dus die gaan we doen. Hatsenflats. We gaan gewoon verder. Ik ga jullie niet langer laten wachten. We beginnen met wielrennen. Nou, geniaal toch? Niet dan. Ja. Zo, mijn jongen. Dus, cycling track. Hartstikke geniaal. Velodrome. Yay. Holy shit, man. En, is hij geladen? Kom op, doe eens lief en laat. Laat ze flatsen. Mooi. Oké. Filmpjes gaan we overslaan. Jong. Ik moet trouwens even één dingetje checken voordat ik verder ga of mijn microfoon aanstaat. Want ik heb ook heel vaak gehad dat die uitstond. We gaan even kijken. En we zijn weer terug. Ja, mijn microfoon stond aan. Hartstikke mooi. Dat moet ik al even checken, want Fraps doet zo raar de laatste tijd. Dus ja. Maarten de Jong zijn wij voor Nederland. En wij gaan lekker wielrennen. En daar zitten wij op een fiets. Oh, moeten we beginnen. Holy shit. Kak, wat moet ik doen? Shit, ik heb geen tutorial gedaan. Jij weet. Oké, A. A indrukken als een gek. Dat kunnen wij, jongens. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben nu. Wat de fuck is dat balkje? Oké, kom op. Die twee daar. Die steetje. Kale jakhalsen die daar voor mij fietsen, die moet ik even inhalen. Anders word ik nooit de eerste. Natuurlijk niet. Kom op. Fietsen. King. Ik heb geen idee wat ik doen ben. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Wat is dat balkje? Oh, ik weet wel wat het is. De stamina. Natuurlijk is dat stamina. Tuurlijk. Derde. Nou, oké. Ik vind het prima. Nu weet ik wat ik moet doen voor de volgende keer. En ik ben door naar de finale van dit onderdeel. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Oh ja, trouwens nog wel eventjes één dingetje. Als een onderdeel heel kort is, dan kan ik nog een tweede onderdeel eraan vastplakken. Maar ja, dat ligt er een beetje aan. Chen Gao of zoiets. Ik heb geen idee hoe je al die Chinese namen uitspreekt, maar goed. Mathieu de Vos en Maarten de Jong. Die zijn allemaal door naar de volgende ronde. En die anderen kunnen lekker wegzakken in hun schoenen of zoiets. Of in de fietszadel, ja. Continue. Oké. Nou ja. Dus, shooting. Gaan lekker mensen hun kop eraf knallen, of niet dan? Hè?
Of niet dan? De Royal Artillery Barracks. Ik heb af en toe nog een beetje moeite met van die Engelse woorden. Niet alle Engelse woorden, gewoon een beetje van die rare, moeilijke Engelse woorden. Qualifying. Women's Skeet. Oké. Ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik ga nu even een tutorial volgen. Dat lijkt me wel hartstikke handig. Hey, ik heb een fucking goede, leuke, mooie bril op. Kijk eens, jongen. Hans Anders, jongen. Ja, dat denk ik wel, of niet dan? Maartje Kappel, zo heet wij. En we moeten tegen Noorwegen, Australië, Germanië, nee. Duitsland, Spanje, Groot-Brittannië, Canada. En nu wil ik het goed zeggen. Is dit Zwitserland? Ja, dat is Zwitserland, hè? Ja, dat weet ik wel zeker. Nee. Tutorial, ja. Press start, oké. Aim and shoot. Oké. Bam! Hatsakitee! Was dat het? Oh, dat is niet zo moeilijk, man. Dat kan ik wel. Dat kan ik. Ja, uiteraard. Continue. Maartje Kappel, dat kunnen wij, jongen. Meisje. Press start. Kom maar. Bam! Zo, door zijn hoofd heen, jong. Oh, nee, niet doen. Die hebben geen hoofd. Dubbel? Oh, fuck. Dat kan ik niet. Oh. Bam! Mis! Fuck! Oké, die had ik helaas misgeschoten. Good shooting, hé, mannetje. Dat is niet goed geschoten, vriend. Ik heb er één gemist, dat vind ik niet zo goed voor mij eigenlijk. Ik ga gewoon voor de volledige punten, weet je wel. Hé, hey, een luchtballon op de achtergrond. Hallo, meneer luchtballon. Kan je het zien van boven daar? Ik hoop het wel voor je. Oké, single. Start. Kom maar op. Oh, dat gaat snel! Ja, die heb ik wel gelukkig. Wauw. Wow. Station 2, dubbel. Oh god, deze ben ik slecht in, jongens. Nee. Bam! Oké, nu heb ik de eerste gemist en de tweede geraakt. Ik ben ook echt een heel raar mannetje. Vrouwtje, mannetje. Fuck off. Echt waar. Oké, Maartje Kappel, je kan het. Kom op. Jij bent de beste. Jij bent nummer 1. Oké. Oh, single, dat kunnen wij wel. Kom op, kom maar op. Oh, die gaat snel. Correctie, dat kunnen wij niet. Holy moly shit, hé. Die gaat echt fucking snel, man. Jeetje. Oh, nee, niet de dubbel. Ik kan nog geen kip raken hier zo. Echt. Nou ja, kippen die vliegen niet zo snel gelukkig. Dus die kan ik wel raken. En wij staan nog tweede. Dus dit moeten wij even volhouden. Dan kunnen wij nog door naar de volgende ronde. /finale. Oké. Zie het publiek juichen, jongen. Moet je kijken, want Maatje, kom op, man. Maatje Kappel. Hatse flatse. Station for single. Oh, oké. Kom op. Niet zo snel gaan. Oh. Yeah. Yeah, die had ik. Hoe gaaf is dat? Oh, nog een single. Oké, kom maar op. Bam! Hoezo was die mis? Die was gewoon recht in het rondje. Die had ik hartstikke moeten raken. Het staat helemaal nergens op dit. Jongen. Doe eens lief en open je ogen. Nee. Misses out on the double on station 4. Die was echt slecht. Track the target movement before shooting for the best result. Oké, dat is goed, doen we dat. Oh yeah! Like a baas, jongens. Kijk eens aan, die hebben gewoon met z'n... Hoppa! Doen we gewoon even. Hats. 2 van 2. En we staan derde. Dat betekent dat wij nog even moeten volhouden. De 5e, 6e en 7e ronde moeten wij gewoon even wat puntjes pakken. Anders worden wij 4e en dan worden we niet vrolijk van. Tenminste, heeft ze nou die shotgun op haar nek hangen zo? Had ze vlatsen? Dat is best stoer eigenlijk. Jij bent een stoer vrouwtje, mevrouw. Mevrouwtje Maartje Kappel. Ja. Oké, single. Dit moeten we toch kunnen, jongens. Dit moeten we... Bam! Ja, had ze vlatsen. Tuurlijk hebben we die. Dat kan gewoon niet anders, man. Kijk eens, had ziek idee.
Station 5, double. Oh god. Bam! Bam! Kijk! Nou ja, perfect toch, niet dan? Ik denk nu al dat wij die plaats voorhouden. Ja, kijk, we staan zo eerste. Wat zeg ik nou? Holy shit, hé. Oké, maatje, kappel, dat kunnen wij. Maatje, kappel. Oké, kom, schiet. Bam! Die was mis, denk ik. Ja. Oké, god, dubbel. Oh shit. Station number 6, come on. Looking for the double. Bam! Nee, mis. En raak. Ik wist het. Eentje gaat mis, eentje gaat raak. Dat is echt... Dat kan je in een script zeggen. En dan klopt het nog. Maar we staan nog steeds bovenaan. Boven de Duitsers. Annieke Keuler, ja. Dat is een scheisse. Oké. Maatje kappel, maatje kappel. Oh shit, dubbel. Oh god. Oh, jeetje, die komt van de andere kant. Njup. En dan schiet ik die weer mis. Wat is dit toch, jongens? Mijn oogcoördinatie is niet zoals het is geweest. En Sarah Roert staat ook in de derde plaats. En die gaat ook wel mee, denk ik. Want Canada staat vierde. En die staat een paar punten achter. En die gaat lekker niet mee naar de finale, denk ik. Tenminste. Denk ik. Schokje. Oké. Prestart. Kom op, man. Ja, dat kunnen wij. Oh ja. Yeah. Kijk eens. Recht in de roos. Hatse vatse. Hatsikitee. En oh, nog een single. Yay. Geniaal. Kom op. Niet zo, niet hard. No. Pof. Nee, oké. Okay, die ging veel te hard. Ik dacht, die gaat dan iets hoger. Maar die ging iets lager dan verwacht eigenlijk. Dus ja. En wij hebben gewoon gewonnen, jongens. Kijk eens aan. Ik heb nog steeds een shotgun in mijn nek. Dus hartstikke stoer, jongen. En we zijn eerste. En oh, Elizabeth Hunt gaat wel mee. Ik dacht altijd dat de eerste... Oh, vandaar. Ik sta gelijk met Duitsland. Dus daarom... Kan het daarmee? Oké dan. Juist. Oké. Mensen, wat ik eigenlijk in het begin bedoelde met onderdeel niet per deel of zoiets, weet je wel. Is de qualifying in één deel en de finale in één deel. Dat was mijn doel eigenlijk. Ik wou dat zeggen, maar er kwam iets anders uit mijn mond. Dus, mensen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet vooral niet eventjes een duimpje omhoog te doen. Dan ben je hartstikke bazig. Echt serieus. Als je dit kanaal zo omhoog kan brengen. Zoals het nu gebeurt. Dus 500 abonnees. Dit is echt niet normaal. Dan kan ik je wel een koekje geven. Ja, dan krijg je een koekje van mij. Hoe vind je die? Een weekje en dan ben je het koekje speciaal voor jou in je brievenbus. Het is hartstikke verrot als je nu aankomt bij jou. Hartstikke verschillend of zo. Maar goed. Mensen, ik wil zeggen dikke doei. En tot de volgende keer.